Cadans de Cassie gaat naar het derde spoor en dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. De leiding nog altijd in handen van Emerald Gigi. Daarachteraan gaat nu naar de tweede plaats, duidelijke tweede plaats. Katjama. En helemaal aan de buitenzijde. Nummer 6, galop nummer 6. Komt Cadans de Cassie en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Nu gaat Katjama de genadestoot uitdelen, maar komt er misschien nog een genadestootje achteraan? Want er komen twee paarden aardig opzetten. John de Leeuw is aardig aan het werk. Katjama leidt. En Katjama gaat ook winnen. Tweede plaats voor Cadans de Cassie. Super gelopen. Derde is Douce Soirée. De vierde plaats is voor Kazimaka. Uitslag is officieel, dames en heren. Comité heeft nog even gekeken naar de beelden, ook naar de gangen van enkele paarden. Maar er is niks gewijzigd. Winnaar is geworden paard nummer 9, Katjama 1.16.5. Geweldige kilometertijd over de 2600 meter voor John de Leeuw en Katjama. En met name de manier waarop was aansprekend, John. Want ik denk dat je dit op deze manier voorheen niet hoefde te proberen zo. Nee, absoluut. Het paard is gewoon heel sterk. Wat hij ook laat zien nou vandaag in het dode sporen. Tempo nog vrij hoog voor de eerste anderhalve ronde. En dan zo doorzetten, ja, heel goed. Ja, dat voelde je al aan, dat dat kon vandaag? Ja, maar het moest ook wel. Op een gegeven moment, ja, dan komt toch die drang vanuit je rug vandaan. Ja, je kan je eigen op laten sluiten. Maar ja, nou heb ik het geprobeerd en het pakt goed uit. Mooi, John. Katjama in vorm, jij ook weer de kuit weer helemaal nieuw? Ja, het gaat steeds beter. Heel mooi. Dan gaan we je extra in de gaten houden. John de Leeuw wint met Katjama, dames en heren. Hij doet dat voor eigenaar Spanga Hoeven. Het is een zesjarige Vos Merrie, Jean-Baptiste Duvivier, Maya Rekouf, Frans Gevokt, Bas Krebas, de trainer en John de Leeuw, de winnende piqueur. Kleine vertegenwoordiging van de Spanga Hoeven. Dat zijn harde werkers, dus die zijn er niet op maandagochtend. Maar wie er wel is, dat is de trainer en de rijder en het paard. U kunt in de handen voor de winnaars van de opener Katjama en John de Leeuw. Het is officieel, dames en heren, voor de eerste koers. Koers werd gewonnen door de 9 Katjama op dit moment voor de tribune met John de Leeuw. Paard wordt getraind door Bas Krebas. De tijd was 1.16.5. De auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Goede start voor de Diva Divine met Henk Gift. Die gaat als eerste even de leiding pakken, maar aan de buitenzijde wordt hij nu voorbij gelopen door een deelnemer die nog harder kan beginnen. Ze gaan de eerste bocht in. De deelnemer die er aan de buitenzijde nu langs is in de PD-kleuren is Emerald Gigi. Emerald Gigi leidt daarachter op plaats 2 Diva Divine. Galoppaard in de eerste bocht van start nummer 7, dat is Comete Buffet. Uitgeschakeld nummer 7, galop nummer 7. Dat is een van de kanspaarden, maar die is eruit nu. En de andere 8 deelnemers die komen in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 2 ronden te gaan. Tempo wordt gemaakt door Emerald Gigi. Daarachter Diva Divine. Dan volgt er een klein gaatje naar plaats nummer 3. Dat is Douce Soirée. Achter Douce Soirée wordt sterk gehouden. De 2 Desiree de Boer. Daarachter volgt Katjama. Daarachter is het Tom Kooijman, de man in vorm. Gisteren won die 2 koersen. Nu zit hij achter Kazimaka. En daarachter komen aan de buitenzijde 2 rood-witte kleuren. En dat is aan de buitenzijde Cadans de Cassie. En aan de relingzijde daarachter volgt Elma de Vandel met Rick Ebbingen. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Die voorste 2 paarden altijd nog een voorsprongetje. Leiding in handen van Emerald Gigi. Wordt gevolgd door Diva Divine. Dan dat kleine gaatje naar Douce Soirée. Het gaatje wordt wel ietsje kleiner. Daarachter volgt dan Desiree de Boer. Wordt gevolgd door Katjama. Dan aan de buitenzijde Cadans de Cassie. Die krijgt nu Katjama voor zich. Uitgeschakeld nummer 2. Nummer 2. Onregelmatig. 2 gaat eruit. Dat is het paard van Dennis Minema. Die lag 4e. Die zal zo meteen naar de buitenkant gaan en maakt van plaats voor andere paarden. Dat doet hij op dit moment. En de deelnemers gaan de linkerbocht door. Leiding nog altijd makkelijk in de handen van Emerald Gigi. Daarachter Diva Divine. Loopt dat gaatje weer dicht. Want dat was even een klein gaatje. Henk Gift gaat nu ook gelijk een halsspoor naar buiten. Maar dan bedenkt hij zich en gaat hij weer terug naar binnen. Daarachter Douce Soirée. En aan de buitenzijde komt nu naar voren Katjama. Katjama moet eigenlijk een ruggetje hebben. Dat ruggetje komt er nu aan. Dat is een vrij brede rug. Want dat is de rug van Henk zelf. Diva Divine gaat nu in de aanval op Emerald Gigi. Zo gaan de paarden de laatste ronde in. Henk is niet al te blij met die tempowisseling aan kop. Dan gaat het hard, dan gaat het langzaam. En hij liet even zien dat als het te langzaam gaat, hij dan onmiddellijk in de aanval gaat. En nu is het tempo iets omhoog gegaan. Emerald Gigi leidt. Daarachter Diva Divine. Eerste paard aan de buitenkant is Katjama. Daarachter volgt Douce Soirée. Dan volgt Cadans de Cassie. Dan aan de relingzijde Kazimaka. En de laatste plaats gaat u naar het tweede spoor Elma de Vandel.
Al die paarden hebben nog kansen. Deelnemers gaan de rechte lijn overzijde in. Emero Gigi helemaal nog altijd aan de leiding. Daarachter op plaats 2 aan de relingzijde Diva Divine. Katjama komt nu dichterbij. Daarachter aan de relingzijde zit Douche een beetje vast. Aan de buitenzijde daarnaast Cadence de Cassie. Daarachter zit ook vast Cassie Maka, want die heeft nu naast zich Elma de Vandel. Ze gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Nog altijd een lengtevoorsprong voor Emero Gigi. Tweede plaats is voor Katjama. Die moet veel doen vandaag. Helemaal aan de buitenzijde gaat nu in de aanval Cadence de Cassie. Cadence de Cassie gaat naar het derde spoor en dat doet hij precies halverwege de Tjarda bocht. De leiding nog altijd in handen van Emero Gigi. Daarachteraan gaat nu naar de tweede plaats, duidelijke tweede plaats. Katjama. En helemaal aan de buitenzijde. Nummer 6, galop nummer 6. Komt Cadence de Cassie en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Nu gaat Katjama de genadestoot uitdelen, maar komt er misschien nog een genadestootje achteraan? Want er komen twee paarden aardig opzetten. John de Leeuw is aardig aan het werk. Katjama leidt, Katjama leidt en Katjama gaat ook winnen. Tweede plaats voor Cadence de Cassie, super gelopen. Derde is Douche Soirée en de vierde plaats is voor Kazimaka.